In deze korte video leg ik uit hoe u tekst kan toevoegen aan uw fotoreportage. Ik ga eerst een aantal foto's toevoegen. Zorg ervoor dat die hier onderaan links in de Edit-pagina staat. Klik hier op File. Klik hier op Import. Klik op Media. Ik ga nu een aantal foto's toevoegen die ik gedownload heb van Pexel. Klik op Openen. Klik op de eerste. Klik nu op Ctrl-A om ze allemaal te selecteren. Plaats deze naar de tijdlijn. En nu ga ik boven de eerste foto of boven de tweede foto en zo verder ga ik een tekst plaatsen. Hoe doet u dit? Zorg ervoor hier dat Effects aanstaat. Dus dit moet hier wit gearceerd zijn. Klik hier op Titles. En nu even opletten. Normaal gezien kan u, wanneer u op een effect klikt, zien hoe het er in feite uitziet. Ik heb dit even wel afgezet, omdat wanneer u DaVinci na een zekere tijd gebruikt, dit aanleiding geeft tot een foutmelding. Waarover spreek ik? Hier over deze drie puntjes. Kan je nu op klikken. U ziet dat het niet aanstaat. Ik ga het nu aanzetten. En als u nu over een titeleffect gaat hier, dan ziet u waar het precies verschijnt en al de mogelijkheden. Dit effect vindt u terug onder Effects, Titles, en hier ziet u al de verschillende mogelijkheden. Het gaat eigenlijk zeer ver. Ik hou het bij eenvoudige tekst. Ik sleep dit nu over de eerste foto. En hier onder Inspector kan u zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om dit aan te passen. U kan de font family aanpassen, u kan instellen vet, bold, italic en zo verder. U kan de kleur instellen, u kan de size instellen, u kan al deze mogelijkheden zelf proberen. Door hier aan het einde te trekken kan u instellen hoe lang de tekst moet gezien worden. Hier op de pagina, als u daarop klikt, dan kan u gewoon ook de tekst verplaatsen naar links, naar rechts, naar links, naar boven, om de tekst zelf aan te passen. Dubbelklikt u op en hier kan u de tekst aanpassen. Als het over twee regels gaat, dan klikt u op het einde gewoon op Return en dan wordt de tekst eronder geplaatst. Tweede, titel en zo verder. U ziet dat het dus zeer eenvoudig is om dit aan te passen. Omdat het om een opleiding gaat voor beginners of een handleiding gaat voor beginners, ga ik hier niet verder op in, maar later misschien wel in andere filmpjes. Vergeet ook niet dat om te kunnen bewerken, u moet in de edit-mode staan. Dit betekent dat u klikt op de derde knop van links hier onderaan. Eenmaal u heeft uitgetest hoe de verschillende titels eruit zien, zet u dit best opnieuw af, dus klik hier op de drie puntjes. Klik hier op Hoover's Cup Preview. Dit wordt nu afgezet.